Even een Loom maken. In sommige kringen is dat een heel bekende term. Maar hoe doe je dat nou precies? Loom is een toeltje waarmee je een beeldschermopname kunt maken van je computer, maar ook met je telefoon. Het is niet de enige tool hiervoor, maar het heeft heel veel voordelen. Ik ga je in deze video laten zien hoe je dat aanpakt. Ik ben de Videovakvrouw en ik help ondernemers om de video's te maken. waarin ze zich laten zien als expert en als mens. Als je dat allebei doet, dan weet je het doelgroepje te vinden en dan laten ze jou ook niet meer los. Wil je dat ook? Abonneer je dan op dit kanaal, want ik geef je de tips waardoor je dat doel kunt gaan bereiken. Loom kun je gebruiken met de browser Google Chrome. En als je het hebt geïnstalleerd, dan kun je dat herkennen aan dit paarse zonnetje rechtsboven in je scherm. Heb je nog geen account? Ga dan naar loom.com en klik hier rechts op. Get Loom for free. En dan kun je kiezen. Heb je al een Gmail-account? En gebruik je dat met Google Chrome? Dan werkt het allemaal heerlijk met elkaar samen. En dan doe je sign up with Google. En heb je dat niet, dan kun je ook met elk ander mailadres een free account aanmaken. Ik doe het even met deze. Natuurlijk moet je mailadres dan even gecheckt worden. Ze willen je natuurlijk ook even leren kennen en je mag meer mensen uitnodigen. En dan kun je hier de Chrome extensie downloaden, zodat die aan je Chrome browser wordt toegevoegd. Of je zegt nee, ik wil de desktop app. Je kunt allebei gebruiken. Zelf gebruik de Chrome extensie vind ik gewoon super makkelijk. En ja, dan kun je aan de slag met Loom. Nou, je kunt even hier vast doorklikken naar de workspace. Bij mij is die natuurlijk nog leeg, want ik heb hem net aangemaakt. Maar hier kun je aan de slag met het opnemen van een simpele video. Hier is ook de plek waar je opgenomen video's bewaard worden en van waar je ze kunt gaan delen. De CEO van Loom die legt je nog even wat uit. Maar waarschijnlijk wil je eigenlijk gewoon meteen aan de slag en dan vind je hier Record a Loom. Als ik daarop klik, dan zegt hij toch ook weer wat hij net al zei: download desktop app. Dus uh, het stukje downloaden op je computer of de Chrome extension. Waardoor je vanuit je Chrome browser altijd gemakkelijk een loom kunt opnemen. En dat is hoe ik het ook gebruik. Dus ik ga het verder laten zien vanuit Chrome. Hier zijn we in Chrome. Ik ben ingelogd en hier zie je dus dat blauwe paarsige zonnetje waarmee je gewoon een video-opname kunt maken. Nou, ik ben hier nog niet ingelogd, dus dat ga ik eventjes doen. En dan zie je eigenlijk meteen het beeld wat je krijgt als je gaat opnemen. Ik zit hieronder in, uh, gefilmd door de webcam in een klein hoekje. Ik kan hier kiezen welke microfoon ik wil gebruiken, welke camera ik wil gebruiken. Ik kan ook kiezen: wil ik het hele beeldscherm opnemen of wil ik alleen het tabblad waar ik op dat moment in aan het werk ben? Nou, over het algemeen vind ik dat fijner. Dus waarom zou je alles laten zien? Hierboven kan ik dus kiezen voor screen en camera, wat ik nu heb. Maar ik kan ook kiezen voor scherm-only. Dan komt er een gezellige mijn Google-foto in beeld. Of camera-only. En dan neemt hij alleen het beeld van de webcam op. Ik kies even voor screen en camera. Het hangt natuurlijk maar helemaal vanaf wat je wilt. En als je een gratis account hebt en je klikt hier op de show-advanced options, dan kom je erachter dat er eigenlijk helemaal niet zoveel zijn. Maar dat er misschien nog wel opties zijn waarvoor je wilt upgraden. Of je zegt nee, ik hou me even bij het gratis. Account. En dan zie je Start recording 5 minute limit. Met een gratis account mag je maar 5 minuten achter elkaar opnemen. Nou, dat hoeft helemaal niet erg te zijn als je gewoon korte stukjes maakt. Maar eh, misschien eh, bevalt dit programma je zo goed dat je gewoon even de betaalde versie neemt. Maar ik ga gewoon lekker verder met mijn gratis dingetje. Ik kies alleen voor current tab opnemen. Ik klik op Start recording. Dan telt hij af. En dan is nu de schermopname begonnen. Hier uh, links onderin zie je mijn foto. En daarnaast zie je nog een dingetje waar ik kan zien hoe lang ik nog heb. Het telt langzaam af. Ik kan hem pauzeren. En als ik zeg, nee, dit is onzin, gooi maar weg. Dan klik ik gewoon hierop. En wat hij nu doet is gewoon opnemen wat ik op mijn scherm doe. Als ik bijvoorbeeld mijn eigen website wil laten zien. Of die van iemand anders. Of ik wil mijn eigen YouTube-kanaal laten zien. Ben je klaar met opnemen, dan ga je naar rechtsboven naar dat zonnetje waar nu een rode stip in staat en dan gaat hij hem gewoon vanzelf stoppen. En dan heb ik hier al de opname staan, de video staat al gewoon online. Als je nou je eigen online training wil maken, dan is het misschien heel fijn om gebruik te maken van de mogelijkheid om een PowerPoint-presentatie van je scherm op te nemen. Kies dan voor full desktop hier. Als je dan klikt op start recording en je hebt al je PowerPoint-presentatie op dia-presentatie gezet, dan kun je hier kiezen voor venster en dan zie ik hier de PowerPoint-dia-voorstellingen. Kies ik die, dan gaat die deze opnemen. Het duurt even, de opname loopt nu. En dan wordt gewoon mijn eigen PowerPoint-presentatie opgenomen, zoals je ziet. Nou, dat is even een, uh, een voorbeeldje uit uh, een van mijn trainingen. Maar op deze manier kun je dus ook je eigen training opnemen en daarbij een verhaal vertellen. En op die manier maak je natuurlijk prachtig een hele goede online les. Ben je klaar met filmen? Dan wordt je video gewoon voor je opgeslagen. Hij krijgt ook een naam. Nou, die kun je gewoon aanpassen. PowerPoint, noem ik deze bijvoorbeeld even. En als ik wil zien wat ik allemaal zo al opgenomen heb, dan ga ik hier naar Personal. En daar zie ik een aantal opnames die ik gemaakt heb. Deze net van de PowerPoint. En deze was de eerste die ik instartte. En het leuke is, en dat zie je hier ook, hier staat ook een aantal schermopnames die ik met de app op mijn telefoon gemaakt heb. Want je kunt ook de app van Loom op je telefoon installeren en dan kun je net zo makkelijk het beeldscherm van je telefoon opnemen of jijzelf die vertelt. En alles wat je met die Loom-app doet, of het nou op je computer is of op je telefoon, dat wordt hier allemaal bij elkaar opgeslagen. Nou, stel deze opnames ga ik gebruiken in een YouTube-video, maar ik kan hem ook gewoon delen. Deze eerste die ik gemaakt heb, duurde vier minuten. Hier rechts zie je dat ik nog opties heb om iets te doen. Video preferences. Ik kan een link van deze video aan mensen sturen en die kunnen daar dingen bij schrijven of ze kunnen hem zelfs downloaden. Als je een uitleg hebt gedaan van een app van iets dat je doet op je website, kun je op die manier heel gemakkelijk je video opsturen. En als die wat te lang geworden is, dan kun je hem een beetje Korter en langer maak je. Ziet hier de stukken waar ik gepraat heb. En als ik zou zeggen, nou dat vind ik eigenlijk niet zo fijn. Dat eerste stukje mag er wel van af. Nou, dan kan ik hier gewoon uh, slepen aan de linker- en de rechterkant. En die worden er dan afgehaald. En als ik dan tevreden ben met hoe het is, dan klik ik op Save Changes. Ik wil er nu even niks van afhalen, want ik ga deze video nog gebruiken. Maar dat is hoe je hem een beetje kunt trimmen, een beetje kunt inkorten. Een andere optie is de Call to Action. En het zal je niet verbazen, als ik die wil, ja, dan moet ik een betaalde versie hebben. En de thumbnail, dus het stilstaand plaatje wat representatief is voor deze video, die kun je uh, veranderen. En ook daarvoor heb je de betaalde versie nodig. Nou, ik heb daar even geen behoefte aan, maar als je dit vaker gaat gebruiken en als je zegt, nou, ik maak even een loom om iets uit te leggen, dan uh, is het misschien een idee dat je hier de betaalde versie van neemt. Maar met de gratis versie kom je ook al heel ver. Ben je blij met je Loom video, dan kun je die gaan delen. Bijvoorbeeld door op het klopje share te klikken, dan kun je hem gaan mailen naar mensen waarvan je wil dat die ernaar kijken. Je kunt hem delen op social media, je kunt hem embedden op bijvoorbeeld je website. En wat je ook kunt doen is de link kopiëren en die kun je dan weer delen met andere mensen. In een mail of nou, hoe dan ook kun je zorgen dat de mensen waarvan jij wil dat ze deze opname zien ook kunnen bekijken. En als maker krijg je dan ook een berichtje dat je video bekeken is. Gebruik jij ook Loom of geef je de voorkeur aan een andere tool? Vertel het me in de comments onder deze video. En als je liever een schermopname wilt maken op je iPhone zonder dat je Loom gebruikt, kijk dan naar de volgende video, want daarin leg ik je uit hoe je dat kunt doen.